Leuk dat je bent. Ja. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, Sjoerd de Valk, docent en onderwijsinnovator. Tel eens eventjes, wat doe je als docent en wat doe je als onderwijsinnovator? Als docent sta ik 1 dag in de week voor de klas, of in ieder geval voor een leerbedrijf, zo heet het bij ons. In een café waar studenten zeg maar in de praktijk ervaren hoe dingen aangeleerd moeten worden. En daarnaast ben ik ook studieloopbaanbegeleider van een klas. En daarnaast ook nog onderwijsinnovator inderdaad. Ja. En daarin houd ik me bezig met nieuwe ontwikkelingen van onderwijs en hoe we onderwijs kunnen verbeteren binnen verschillende teams. En wat is dan jouw rol daarin? In ieder geval de inspirator. Ja. Dus ik bedenk mee van, eigenlijk initieer ik ook wel van, dit zijn leuke ideeën, kijk daar eens naar. En ook de aanpak, hoe kunnen we nou zorgen dat we wel doen wat voor de studenten goed is. Mm-hmm. Dus ik denk daarin mee en vervolgens schrijf ik ook het deel van het concept mee, waarin ik dus samen met de docenten ga kijken wat het beste is voor de student. Ja. Hey, en hoe word je zoiets? Hoe word je zoiets? Ja. Nou, ik ben begonnen in het basisonderwijs, doorgestroomd naar het mbo. En vanuit het mbo ben ik deel gaan nemen aan verschillende projecten. Heb ik ook meer kennis en meer theorie opgedaan middels wat opleidingen en scholingen. Ja. En uiteindelijk kwam er een vacature vrij. Daar heb ik op gesolliciteerd. Heb ik een gesprek gehad, een assessment. En uiteindelijk ben ik in deze functie gekomen. Een van de projecten waarbij je betrokken bent als onderwijsinnovator was de Kaspijkers Academie. Ja. Begreep ik, vertel eens, wat heb je daar als onderwijsinnovator gedaan? Als eerste, de Kaspijkers Academie is een opleiding waar studenten opgeleid worden voor topkok, zeg maar. Mm-hmm. Dus die werken ook allemaal in sterrenbedrijven. Ja. Een van de gezichten is bijvoorbeeld Johnny Boer, superleuk. Mm-hmm. Dat trekt studenten ook aan. Dus we hebben eigenlijk gezorgd dat zij op een gedifferentieerd niveau en op maatwerk die vakken kunnen volgen. Waardoor ze in de praktijk ook meer meters kunnen maken en ook snel tot topkok kunnen benoemd worden. Ja, dus ze bepalen eigenlijk een beetje hun eigen leerroute. Ja. En daar heb jij dingen in geïnitieerd. Ja, precies. Okay. En wat maakt dat nou zo leuk om het in het mbo te doen? Nou, het mbo... Of is dit alleen in het mbo? Of, Ik denk dat deze functie niet alleen in het mbo is. Mm-hmm. Maar wat maakt het zo leuk in het mbo? Eén, de doelgroep. Ik vind het echt een geweldige doelgroep waar je mee werkt. Het zijn het zijn heel veel doeners die er zijn. We zijn ook hartstikke eerlijk altijd. Dat vind ik oprecht heel erg leuk. Daar hou ik wel van. Maar daarnaast kun je de beroepen die zij aangeleerd krijgen, zijn ook echt wel praktijkberoepen. We zijn echt aan het doen waardoor ze echt leren. En daarin zie je ook echt op het moment dat ze daarin bezig zijn, zie je ook zo'n interne intrinsieke motivatie bij studenten. En Sjoerd, wat zijn voor jou een aantal belangrijke eigenschappen van een goede mbo-docent? Een goede mbo-docent, vind ik een leuke vraag. Mm-hmm. Ik vind dat een goede mbo-docent investeert in de relatie met studenten, dus een stukje humor erin wegbrengt, maar ook wel ervaring meegeeft. Hè? Hoe ziet hij de dingen in het leven, hoe heeft hij de dingen ervaren in zijn eigen werkveld. Mm-hmm. En dat kan overbrengen op een goede manier naar studenten toe. Dat, als je dat als docent zeg maar, binnen het mbo hebt, dan denk ik dat je al 80% op weg bent. Mooi. Nou ben je dus docent en onderwijsinnovator. Ja. Heel veel verschillende taken. Hoe doe je dat allemaal? Nou, goede vraag. Het begint met een goede planning voor mezelf te maken. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk een scala aan werkzaamheden. Ja. Allemaal even leuk. En met een goede planning en goede afspraken met mezelf, maar ook met anderen, kom ik uiteindelijk tot een hele mooie werkweek en wat uiteindelijk ook een heel mooi schooljaar wordt. Ja, en dan geef je dus genoeg voldoening en dan haal je energie uit hetgeen wat je doet. Ja, ik haal enorm veel energie uit hetgeen wat ik doe, zowel met studenten als met docenten. Ja, dat maakt mijn werk wel echt heel leuk. Hey Sjoerd, dankjewel. Dankjewel. Mooie woorden. En ik ben blij dat je ook warm wordt voor het mbo. Zeker. Dankjewel.